Nummer 7. Chestnut Butt, de knop van de paardenkastanje. Deze remedie heeft centraal als thema leren. En dan in de zin van, je maakt vaak dezelfde fouten. Je leert moeizaam, je verwerkt ervaringen niet, je bent wat naïef en zorgeloos. En als een situatie opnieuw op je pad komt, dan kun je dat wel herkennen uit eerdere ervaringen, maar je zou zo op dezelfde manier weer handelen, waardoor het bij je blijft terugkomen. Vaak een wat afwezige indruk, maar niet in het dagdroomstuk. Slecht concentratievermogen. Je loopt eigenlijk voortdurend op de feiten vooruit, zonder bewust gedrag vanuit die ervaring te tonen. En je leeft dus eigenlijk ook niet in het heden. Dus je bent niet in het nu, je bent altijd in de daar. En als je in de daar bent, dan ben je weer met de volgende daar bezig. Dus je hebt te veel haast, gebrek aan observatievermogen. Dus je kunt niet inzoomen op, hey, wat gebeurt hier nu en wat kan ik veranderen? Daarvoor zit je te veel in dat stuk wat nog moet komen. Deze remedie die geeft je wat meer rust, het leven in het nu, het vermogen om fouten te kunnen leren en ook realistisch naar jezelf en naar je ervaringen te kijken, dus inzicht geven. Dus de herhalende patronen doorbreken, je uit je visieuze cirkel halen. Even kijken wat ik hier nog heb staan. Het helpt eigenlijk om levenslessen onder de knie te krijgen. Dat is wel een mooie. Dus herken jij jezelf hierin en denk je van, ja, ik heb wat meer rust en evenwicht nodig, dan is dit de remedie die jou daarin kan ondersteunen.